Ik ben Kelly en ik rij nu al 16 jaar voor Multiobus. Ik sta hier nu in een van onze Ebusco-bussen die wij hebben sinds 2018. Het fijne aan een elektrische bus is dat deze heel zacht rijdt. Je kan heel zacht optrekken. Het is even wennen, omdat elektrisch rijden toch anders is dan een dieselvoertuig. Maar de stilte in de bus is zowel voor de chauffeur als voor de passagiers veel aangenamer dan met de traditionele dieselbus. Wat ook leuk is, is dat veel chauffeurs schrikt het af om met een elektrisch voertuig te rijden, omdat het allemaal nogal nieuw is. Dat is niet nodig. Enkel de stekker uittrekken en je kan er zo mee de baan op. De knopjes zijn hetzelfde. Het heeft ook maar twee pedalen, net zoals een andere bus. Dus uiteindelijk rijden en gaan. Voor passagiers is dit ook vaak een enorme ervaring. Zij merken het zelf ook op dat het een heel ander voertuig is. Ondanks dat het comfort beter is, komen ze zelf wel vragen van hoe fijn het is dat de bus zo stil is. En vooral voor kindjes, die komen heel vaak naar de chauffeur vragen wat het grote scherm is, waarop ze dan meevolgen hoeveel de bus verbruikt. Dus ook voor kinderen een leuke ervaring. Hier op het bureau kunnen we perfect volgen hoe de bussen rijden. Alles wordt gemonitord op ons scherm. Zo kan je perfect kijken welke bus of welke chauffeur sportief rijdt of al dan niet zuinig rijdt. De ene kan een paar kilometertjes meer rijden dan de andere. Je kan teruggaan in de tijd wanneer je wil. Vorige week, een maand geleden, maakt eigenlijk weinig uit. Je kan het allemaal terug gaan opzoeken. Als ik er zelf mee rijd, dan hou ik er zeker ook rekening mee. Ik probeer altijd iets zuiniger te rijden dan de keel ervoor. Ook chauffeurs onderling doen dat wel. De ene chauffeur let er echt op. Het zijn chauffeurs die er minder rekening mee houden. Ze maken er een beetje een sport van wie dat er zuiniger kan rijden dan de andere. Oké, dan zullen we nu een stukje gaan rijden. Kom maar mee.